Wanneer u op bed ligt, heeft rugligging de voorkeur, hè, vooral als u gaat slapen, omdat het minst risicovolle houding is. Wanneer u op de zij gaat liggen, en vooral als u zou overwegen om op de niet geopereerde zij te gaan liggen, kan het been naar binnen zakken en dan komt u weer in het geding met die antiluxatieregels. Dus als u nou zegt, ik kan echt niet op de rug liggen, dan heeft u hebben wij de voorkeur voor de geopereerde zijde. Nou, dat wil ik even met u oefenen. Wanneer u 's nachts gaat slapen, kan u er een kussen tussen leggen om de benen niet over elkaar te laten gaan. Wanneer u overdag op de rug ligt, hoeft dat kussen er niet tussen. Ja? Bij het draaien op de zij doen we er wel een kussen tussen. Om ervoor te zorgen dat de benen toch een beetje uit elkaar blijven. En als u dan draait, dan draaien de benen en de romp tegelijk. Dus draai maar eens op de zij. Keurig. Juist. En dan leg ik een kussen achter u neer. Zodat u toch een beetje terug kan zakken, maar wel comfortabel ligt. En door deze houding voorkomt u dat u in het geding komt met de antiluxatieregels. Ja, ligt u prettig? Ligt heerlijk. Nou, mooi. Ja.